bent naakt in de nacht. Wacht, ik doe eerst een doek om. Mijn naam is Maarten de Kombel. Ik ben gitarist, mandolinespeler, alles met snaren op. En op dit moment ben ik een beetje in wachtmodus, in stand-by stand. En ik ben thuis heel veel aan het spelen, maar natuurlijk dingen wat aan het voorbereiden, een beetje in afwachting, dat we terug opnieuw aan de slag kunnen live met verschillende bands. Bands waar ik bij speel zijn bijvoorbeeld Snaar Maar Waar, Spillar, Narahuna Quartet, Mandolin Man. Dat zijn de voornaamste bands waar ik momenteel bij speel. Jullie hebben met Spillar, om er maar één uit te halen, ja, net eigenlijk voor de hele coronaperiode een cd uitgebracht. Ja. Hebben die nog kunnen voorstellen? Er zijn een paar concertjes geweest in de zomer, maar in de dat was voor iedereen een beetje een noodoplossing. In de festivals die een soort tijdelijke kleine bezetting versie gedaan hebben. Dus daar hebben we er een stuk of 4 van gespeeld. En dat was telkens wel een feest natuurlijk. Ook al is het in gezien de omstandigheden, iedereen was super blij van dat te spelen. Zowel wij op het podium als de mensen die kwamen kijken. Dus we hebben toch gelukkig een paar keer gespeeld, al is het natuurlijk niet gelopen zoals dat we verwacht hadden. Ja, er zijn een paar dingen die mij bij Spillar vooral opvallen. En dat is dat je daar samen met je zus op het podium staat. Ja, dat moet wel heel bijzonder zijn, denk ik. En dat het in het West-Vlaams is dat je zingt. Ja, ik hou eigenlijk heel erg van dingen die eenzelfde kleur hebben, zowel een concert als ik ga kijken naar bands of zelf dingen maak, vind ik dat wel altijd plezant om via links en rechts een paar beperkingen dat je jezelf soms een beetje oplegt tot misschien een meer intensere kleur komt van je project of een heel coherent, ja, misschien is coherent een beter woord. Mm-hmm. Dat zijn de dingen dat ik zelf heel graag naartoe luister, dingen die omdat er lang over nagedacht is en in het elimineren van bepaalde pistes toch een andere piste proberen meer kleur te doen krijgen. En dat hebben wij een beetje gezocht in het vertalen een beetje van veel van die songs naar het West-Vlaams. Daarnaast ook muzikaal een aantal keuzes een beetje gemaakt. En de keuze van de songs zelf was, het zijn niet allemaal oud-Nederlandse dingen. De insteek was zeker om dat soort nummers erbij te hebben, maar ook een aantal recentere nummers. We doen een nummerke van Wannes van de Velde, eentje van Willem Vermander. Ik heb zelf eentje geschreven voor de plaat. En dat was wel een beetje de bedoeling van echt de oude en wat nieuwe dingen echt naast elkaar te hebben. Maarten, ik ken jou vooral als volkmuzikant. Ja. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, en niet alleen het gevoel, dat wordt ook bevestigd door wat ik weet van jou en al gehoord heb, dat uw palet zo wel veel, veel ruimer is dan alleen volkmuziek. En ik vraag me dan altijd af, wat is dan zo de eerste vonk geweest? Of wat was zo uw grote, of wat heeft uw grote liefde voor muziek, voor gitaar, voor volk? Allee, wat heeft dat doen ontstaan eigenlijk? Van waar komt dat? Wanneer heb je dat ontdekt? Dat toch wel heel diep geworteld is, dat muzikant zijn van u? Ik denk een beetje rond mijn 12e. Er is wel Het zijn zo een paar specifieke momenten, maar één moment dat ik me nog heel goed herinner. Bij mij thuis was er wel een hele grote openheid muzikaal of zo. Mijn ouders die namen ons mee, zowel naar het festival in de Ranouter, als we klein waren gingen we mee. Maar die namen ons ook mee naar de opera, naar een keer een rockconcert of zo.
Dat was kleinkunst. Er kwam van alles binnen en dat werd ook echt door elkaar gedraaid thuis. Dus vandaar is er wel heel veel, denk ik, onrechtstreekse input gekomen. Maar een moment dat ik me wel nog heel goed herinner, als ik 12 was. Mijn ouders waren zot van Angelo Branduardi. Ja. En dus ja, ik, dat was, op een moment komt die spelen. Weet ik denk dat dat misschien de Schouwburg in Brugge was of in Kortrijk. En ik herinner me nog heel, heel goed. Op dat moment, ik was toen 11 of 12. Dat ik eigenlijk dacht, wat verdikke die kerel die daarachter zit. Dus hij was niet alleen, hij was met zijn band, drummer, een gitarist, een bassist. Ik denk dat ze met 4 of met 5 waren. En ik herinner me nog dat ik toen eigenlijk als 11 jaar eigenlijk dacht van, man, die kerel die daarachter zit, dat lijkt me nog plezant eigenlijk om te spelen eigenlijk, om de frontman eigenlijk te ondersteunen eigenlijk, en het hoeft niet per se in de eerste linie te zijn eigenlijk, in de spotlight, maar eigenlijk een beetje de steunpilaar te zijn eigenlijk van de tweede linie. Dat herinner me nog heel hard dat ik tijdens dat concert dat dacht, wow, dat moet tof zijn eigenlijk, dat zoiets wil ik. En dat is grappig dan nu eigenlijk, ja, ik was hier 30, een kleine 30 jaar later, dat denk ik, dat exacte gevoel dat ik toen had, dat eigenlijk nu helemaal hetgeen is dat ik doe of probeer te doen, of nog altijd eigenlijk het plezantst van al vind, denk ik. Is dat bescheidenheid? Op zich, in het spelen, hetgeen dat ik doe, is het ook wel echt altijd de muziek zelf die mij, wat ik het meest van al deugd van heb, het tonen is... Het is vooral het gevoel, als hetgeen dat nu allemaal een beetje plat ligt natuurlijk, doordat we niet live kunnen spelen. Het is eerder het gevoel van iets te delen. Daar heb ik heel veel deugd van eigenlijk. Eerder dan het tonen. Het nummer dat je alleen gaat spelen, is voor mij ook wel herkenbaar als een soort muzikaal gemijmer. Ja, ja, ja. Kan even goed. Ja, ja, ja. 'S nachts, ik zie Maarten al zijn gitaar pakken en spelen. En eigenlijk het gemijmer van wat er dan allemaal binnenkomt, vertaalt zich dan in muziek. Is een stuk een uitlaatklep, denk ik. Maar ook wel... ja, ik kan er mij zo een beeld bij voorstellen, eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Ik weet ook ja. niet hoe het gemaakt is, hè? Ja. Hoe dat het ontstaan is. Maar... Een plek waar ik een paar dagen in de week les geef, in Deinze, de achterkant van de school, kom ik uit op een oude leienarm. Ja, op een moment, een paar jaar terug, het lokaal waar ik toen les gaf, een heel groot lokaal denk ik, met ramen denk ik, van 4 meter, 4 meter op 4, echt gigantische ramen. Denk ik. En vanaf dat een beetje te doen is van temperatuur, ging dat raam open. En dan kijk ik uit op de lei. En het nummer is inderdaad ja, in een soort van mijmering, een beetje een van de eerste lentedagen. De zon die zo op het water, en dan voel je content. Ja, en dan komt dat snel, is ook een ding. Ja. Thank you.
Ik heb jou een briefje gegeven, ja. met een aantal eigenschappen op, waarvan dat ik denk dat je je daar misschien wel in kunt herkennen. Ja. Is er zo eentje dat je daar kunt uithalen en dat echt wel iets vertelt over jezelf? Ik zag ertussen staan, tussen briefjes zag ik staan, melancholisch. Ja, ik denk dat dat wel klopt eigenlijk. En ik denk dat dat misschien wel ergens een link heeft met de muziek of met het soort muziek dat ik speel. Dat is wel een soort een eigenschap. Dat soms, ja, dat kan u soms... ja, soms kan dat heeft twee kanten. Hè. Dat kan u soms een beetje naar beneden trekken. En dan is er gelukkig de uitweg in de muziek eigenlijk om zoiets te vertalen of eigenlijk te verzilveren eigenlijk naar iets positiefs dan eigenlijk. Hè. En ik denk dat dat soms wel een beetje, dat wel een soort constante kleur is die misschien in de dingen dat ik zelf maak, die wel vaak terugkomt eigenlijk. Ja. Wat mij nu te binnen schoot, zo de liefde voor folk en voor roots van de muziek, heeft dat ook met melancholie te maken? Misschien ergens wel hoor, ja. Het is nu niet per se, als ik met folk bezig ben, soms, voor sommige mensen is dat belangrijk dat dan een soort link heeft van vroeger en vroeger dit, vroeger dat, maar dat is bij mij eigenlijk ook, was bij mij, dat is niet per se de reden dat ik met die muziek bezig ben. Ik vind het wel een heel, heel toffe gedachte, dat bijvoorbeeld bepaalde tunes al zo lang meegaan en dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. En dat is iets dat ik minder heb, ja, dat is misschien wel toch een van de redenen dat ik naar die folk getrokken ben. Sinds een jaar of vier ben ik regelmatig aan het werken met de zangeres van Ialma. Een band uit Brussel die een beetje met Galicische muziek bezig is. Je voelt dat soms wel een beetje door die songs, denk ik, dat songs zijn die echt al... Ik sprak dat net, als het ging over Spielaar, ging het een beetje over het laten... ik kom er niet op het woord. Het laten rusten eigenlijk van de muziek. Maar je voelt dat eigenlijk over een veel grotere spanne, dat die muziek blijven rusten is. En dat in de vorm dat het nu tot bij ons komt... dat toch al een heel parcours afgelegd heeft, denk ik. En dat vind ik wel heel bijzonder, denk ik. Ja. En dat is... Maar misschien heeft dat iets minder rechtstreeks met melancholie te maken. Of zo. Mm-hmm. Ik had ook gevraagd naar een quote of een motto of een boek of een film, zoiets ja. waarvan dat je merkte van, ja, dat heeft mijn leven beïnvloed of overhoop gezet of ik ben daardoor anders naar het leven gaan kijken of zo. En ja. dan bleek dat je een hele plakboek hebt ja. gemaakt. Een beetje getwijfeld of ik dit ging delen, maar... En je hebt ze meegebracht. Ja, ja, ik heb ze mee. Misschien ja, 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 kunnen we ja. hem ook wel zien dan. Dus als ik... een beetje het idee van, ik zo inspirerende quotes of zo. Dat is al van, als ik 16 ben, dat ik dingen verzamel. Eigenlijk als een foto dat je tof vindt eigenlijk. Of een tekst of zo. Heel snel, ja, je kunt daarvan geïnspireerd zijn. Maar dat is al van, als ik 16 ben, dat ik die dingen bijhoud. En op een moment plak ik dat allemaal eigenlijk in een soort van boek. Een beetje zoals dit, kijk, ja. Volume 5. Dus ik heb er zo een stuk of 8. Ja. En dat staat, ja, dat is heel old school. Ja. Dat is heel, dat staat van alles ingeplakt. Dat zijn foto's, interviews. Dat staat hier allemaal in. Dat zijn eigenlijk columns. Uw inspiratieboeken. Of eigenlijk wel, dat, ja, ja. Ja, ja. Dus foto's van een interview, Jan de Kleij, Stefan de Gant. Column van Bernard de Wulf. Ik vind dat heel plezant van eigenlijk, op sommige momenten eigenlijk, om daardoor te gaan eigenlijk, door dus niet dat heel rechtstreeks dat dan genre van ik kijk naar de en dan komt er 5 minuten later een song of zo helemaal niet, maar het is een beetje het samengaan van al die ik heb er wel deugd van eigenlijk, dat doet mij deugd van dat door te bladeren eigenlijk. En en als je vroeg, Ellie, naar een quote, dacht ik wel een beetje door aan het bladeren, denk ik.
Het is van een paar jaar terug, denk ik. Hè. Een interview met Elise Kaluwaerts. Ik moet zeggen dat ik denk ik anders helemaal niet ken. Zangeres, ja, klassieke zangeres. Dus ik ben er anders niet per se mee vertrouwd of ken ze niet. Maar daar stond, herinner mij, de reden dat in mijn plakboek terechtgekomen is, denk ik, omwille van één zin. Wat ik me heel erg in als ik die zin las in haar interview, dan dacht ik, ja, maar ja, dat is gewoon bij mij dat is helemaal hetzelfde, denk ik. Wil ik het even voorlezen? Graag, ja. De vraag wordt gesteld in het interview, is klassieke muziek uw taal? En ze antwoordt daarop, ik ervaar muziek als het summum, ik geef er alles voor. En ze zegt, waarom ik het nodig heb om op het podium te staan en iets te vertellen. En open de quote, hier komt die. Ik denk dat ik, net als veel kunstenaars, met een aangeboren of innerlijke eenzaamheid zit. Alsof ik op een eiland zit. Het moment op het podium is het bootje waarmee ik eventjes naar het vasteland vaar. Sluit de aanhalingstekens. Dan nog verder. Als ik die zin las, dat was een bliksem. Dan dacht ik van, dat verwoordt zo hoe dat het voor mij ook voelt. En eigenlijk een beetje de zie je een soort van diepere reden waarom dat je doet wat dat je doet. Maar het soort idee van, je voelt je ergens op een manier alleen soms in gevoelens of in... maar het moment dat je mag spelen, dan voelt het alsof je even van je eiland mag en dat je met een bootje naar het vasteland vaart. Een prachtige zin, denk ik, voor een moment dat dan alles lijkt te kloppen. En hetgeen dat anders zoveel moeite kost soms in het leven, voor eventjes, voor de tijd dat je concert duurt, dat je met je vrienden mag spelen, voor die duur mag het eventjes allemaal vanzelf gaan. En natuurlijk is het er soms wel, soms loopt er een keer een wiel af tijdens een concert of zo. Maar in essentie blijft het wel van, ik mag hier even met mijn vrienden spelen. En even weg van de dagelijkse, ja, strijd is een moeilijk woord, moet er een beetje voor oppassen, want het is niet dat... Wat zo moeizaam had allemaal. Ik heb geen, voor alle duidelijkheid geen klagen. Ik, dus moet een beetje voorzichtig zijn met te zeggen. Het leven is een strijd. Maar en ik denk dat heel veel mensen veel mensen dat misschien wel ergens herkennen. En... Kun je ook nog iets vertellen over het nummer dat we samen gaan doen? Ja, ja. Het is een nummertje van Wannes van de Velde. Van zijn laatste plaat, denk ik. Het heet Verdronken Land. Ik denk soms dat het voor een schrijver moeilijker is om... Dat voor een overleden zanger... Is het op een manier makkelijk om voeling te blijven houden met zijn muziek. Door zijn muziek te blijven spelen. Voor mij is dat een van de kern... Voor mij is dat ergens de essentie van mijn folk bezig zijn met traditionele muziek. Naast je eigen ding doen, toch ook kijken van waar kan ik mijn eigen stem of mijn eigen draai geven aan iets dat al gedaan is? Voorbouwen op iets van vroeger. En dus die specifieke song, Verdronken Land. Ja, ik herinner me dat ik echt ook van de eerste seconde echt... Ja, vind dat een fenomenaal nummer. Ten eerste de tekst, want mij... Ja, je zult mij moeten vergeven als zangeres, Ellie. Maar ik, ja, de eerste muziek komt altijd... sneller nog binnen bij mij dan tekst. Bij mij is het altijd eerst de muziek die binnenkomt en dan in een tweede beluistering tekst. Maar ik herinner me dat een van de nummers was, en met Wannes is dat wel nog vaker, dat wel echt tegelijkertijd dat tegelijkertijd binnenkomt tekst en muziek. En die tekst vind ik fenomenaal. Eigenlijk, van, het beschrijft een beetje het openkomen en het neerleggen van een dag. In de polders, een beetje het verdronken land van Saafding. En daar sta ik met open mond naartoe te kijken. Dat is nu iets, daar ben ik heel jaloers op. Als je dat kunt doen met taal en
Maar taal sowieso, iets beschrijven, maar dan in zo'n eigen kleur. Voor mij kan dat eigenlijk naast de, ja, een grote flamenco-poëzie, dat doet mij een beetje aan denken, eigenlijk heel gekleurde tekst eigenlijk. Ja, dat is een nummer dat ik van begin heel erg onder de indruk was. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik er een beetje mijn draai in vond. Die akkoorden, dat klinkt allemaal, wat het er net over. De muziek van Wannes klinkt heel organisch, eigenlijk heel, oh mooi, oh, tof, ja. Totdat je dat opendoet en je ziet van, oei, oh, my, oeh, toch niet zo. Het is helemaal geen walk in the park. Maar ja, het is ook net dat zijn muziek heel straf maakt, denk ik. Ja, er zit veel meer vernuft in dan je op het eerste zicht. Ja, absoluut. Ja, een grote diepgang, eigenlijk. Ja. De lucht is staal, gespannen boven het zand. Ik hoor het slijp dat met zijn kille woorden de dagen telt van het verdronken land. En stilte zingt in perelgrijs akkoorden. De zonnestraalt verdoken achter glas over het riet en deur gestoken dikken. De lude wind herinnert hem nog wel hoe dat ze voor de stormen moesten wieken. De lude wind herinnert hem nog wel hoe dat ze voor de stormen moesten wieken. Als je graag op de hoogte blijft van verdere video's, dan mag je altijd abonneren op ons videokanaal. Je kan onze videopodcast natuurlijk ook liken. En als je graag commentaar schrijft of wat je ervan vindt, dan mag je dat natuurlijk ook altijd doen. Dank je wel.